Hallo, ik ben Els van der Made. Ik kom uit Made. Ik ben een MS-patiënt. Ik, ik doe veel aan hobby's. Ik zit in twee koren. Ik badminton. En mijn grootste hobby is tekenen en schilderen. Als ik wegga in mijn rolstoel... Ik ben dus gebonden aan een rolstoel. Dan loop ik toch met de grote tegen tegenaan... dat er auto's op de stoepen staan... Die enorm vervelend zijn, en de vuilnisbakken, die dus ook zomaar overal weggezet worden, waardoor ik altijd van de stoep af moet en dat is eigenlijk levensgevaarlijk. Ik ben lid van de WWZ, Wonen, Welzijn en Zorg. Samen met de gemeente zou ik graag dit probleem willen oplossen. Wat wij bijvoorbeeld gedaan hebben, is door heel de gemeente drimmelen, gaan kijken naar de rode loperroute, hoe die gemaakt is en of die dus überhaupt goed gemaakt is. Zodat we dus naar de rand kunnen controleren van nou, ik kan er zelf met heel gemakkelijk de stoep op, stoep af, uh, weg oversteken. Dat zijn de dingen van de rode loper. Route. Verder doen we nog uh, ja, langs de winkels, zijn de winkels toegankelijk, ook proberen om samen met de winkelier dit op te lossen. Ik heb zelf, we hebben ook, ja, in principe, ik heb de ameraal laten aanpassen voor mensen met een beperking die dan kunnen daar ook sporten. Mensen thuis kunnen mij helpen door toch even de aandacht te geven. De auto's dus niet op meer op de stoepen te zetten. De kliko's, het zijn maar kleine dingen natuurlijk, aan de kant te zetten, zodat ik altijd met mijn rolstoel door kan.